Welkom. Vandaag gaan we verder met signaaltransductie in planten. En ik wil vandaag speciaal naar dat phytochroom gaan kijken. Want dat phytochroom is echt een bijzonder eiwit, een bijzondere receptor. Die dus in planten voorkomt. Overigens ook in een aantal schimmels en bacteriën. Maar als echte plantbioloog, ja, focus ik natuurlijk op die planten. En we gaan kijken naar fotomorfogenese. Wat is dat nou precies? Nou, dat phytochroom, ja, er is veel onderzoek gedaan naar dat phytochroom. Tussen voornamelijk 1940 en 1960. Dat klinkt als heel lang geleden. Maar ja, in biologisch onderzoek, nou, daar kan je iets van vinden. 1959 heeft Warren Butler, die heeft met een fotospectrometer het bestaan van phytochroom aangetoond. En inmiddels zijn we erachter dat het 125 kilo dalton groot is. Ja, dat is dus 125.000 units zwaar. Dat het een kinase is en dat er vele versies zijn, verschillende versies van het phytochroom. En dat die vaak verbonden zitten aan de plantenfamilies. Als we nou kijken naar dat phytochroom, ja, dan kunnen we zien dat er zijn in een plantencel eigenlijk twee belangrijke types. Er zijn meerdere, maar we focussen hier in dit filmpje op twee types. Ja, aan twee types phytochroom. De eerste is PR, de andere is PFR. En je ziet al, er zijn twee pijlen. PR, phytochroom R. De P staat voor phytochroom. Phytochroom R wordt omgezet in phytochroom FR. Far red, verrood. Door er met rood licht op te schijnen. Dus phytochroom R is vatbaar voor rood licht. Daar staat die R voor. En phytochroom far red is vatbaar voor dat absorbeert verrood licht. Nou, rood licht is, hè, die definitie is ongeveer tussen de 650 en 780 nanometer. En verrood licht zit een stukje verderop in die range van 710 tot 740. En je ziet dus, hè, dat rood en dat verrood, dat ligt naast elkaar. In natuurlijk licht hebben we zowel rood licht als verrood licht. Maar in een labsituatie kunnen we natuurlijk zorgen dat die plant of dat phytochroom in die cel alleen maar beschenen wordt met rood licht of alleen maar met verrood licht. En op die manier zijn we erachter gekomen. Wat zie je nog meer staan? Ja, phytochroom FR, dus verrood phytochroom, dat is de actieve vorm. En dan moeten we dus eigenlijk kijken dat in natuurlijk licht zitten zowel rood als verrood licht. Alleen die rood-verrood verhouding, die ratio, die is belangrijk om te zorgen waar het meeste phytochroom zich bevindt. Hebben we een hoge ratio, dan hebben we dus veel rood licht ten opzichte van verrood licht. Dan zitten we dus aan de rechterkant en dus het meeste van dat phytochroom is dan in deze actieve vorm. Hebben we tegenovergestelde, ja, hebben we heel veel verrood licht en weinig rood licht. Ja, dan zitten we aan deze kant, dan is het meeste van die phytochroom in een inactieve vorm. Nou, wat doet dat phytochroom allemaal? Wat regelt dat allemaal? Ja, dat is echt een enorme hoop. Ja, en een aantal belangrijke zaken die staan hier vermeld. Het reguleert de ontkieming van zaden. Zaden die moeten ontkiemen, die hebben daar licht nodig. Dat licht dat wordt geabsorbeerd door phytochroom. Phytochroom zorgt dus dat die zaden ontkiemen. Deethylering. Ja. Kijk naar het vorige filmpje. Ja, als je het vorige filmpje, als je dat proces nog niet snapt, deethyleren hebben we uitgebreid hier besproken. Ja, dat wordt geregeld door phytochroom. Primaire bladontwikkeling. Ja, wanneer moet die bladeren gevormd worden? Dat wordt ook geregeld door phytochroom. Bloei. Ja, bloeiende planten die hebben op een gegeven moment een bepaalde bloeiperiode. Die bloeiperiode wordt geregeld door phytochroom. Elongatie van de stelen. Wat wil ik daarmee zeggen? De stelen is natuurlijk, hè, in de spruit is de stelen is het gedeelte wat zorgt voor lengtegroei. Nou, elongatie, lengtegroei, grotere lengtegroei. Ja, dat wordt ook geregeld door phytochroom. En circadian ritmes, dus dag en nacht ritmes. Ja, dat wordt ook geregeld door phytochroom. Dus je kent het misschien wel. Ja, van planten. Sommige planten, dat zijn veel mimosa soorten. Ja, vlinderbloemigen, die sluiten hun bladeren. Die leggen hun bladeren tegen elkaar aan in de nacht en openen ze weer overdag. Maar ook, ja, bloemen die open en dicht gaan, dat soort zaken, die worden geregeld. Dat noemen we circadian ritmes. En dat wordt dus ook geregeld
door dat Vitochrom. Dat Vitochrom is enorm divers en dat stuurt dus een enorme hoeveelheid processen aan. Al die processen die worden aangestuurd door Vitochrom, die worden gereguleerd dus door dat licht. Dat noemen we fotomorfogenese. Nou, ik wil je zo'n dag en nacht respons, ja, zo'n circadian ritme en hoe dat geregeld wordt in een simpele vorm, wil ik dat even met je doorlopen. Nou, wat zie je hier? Ja, je ziet hier een lijn en je ziet daar een kernmembraan. En wat we gezien hebben, ja, stel je nou voor dat Vitochrom in de FR-vorm, dus in de actieve vorm, die is net geactiveerd door binnenkomend licht, wat veel rood licht heeft. Dus dat Vitochrom is actief geworden en dat wordt naar de kern gebracht. Hoe dat wordt gebracht, ja, daar kunnen we weer een heel filmpje over maken. Dat is ook weer fantastisch. Ja, dat Vitochrom wordt actief gebracht over microtubuli richting die kern. Maar hoe dan ook, het wordt hier kern binnengebracht. En wat we van de vorige filmpjes weten, is dat dat transcriptiefactoren activeert. Nou, dat zie je hier. PFR activeert een transcriptiefactor die hier HFR1 heet. Ja, ik concentreer me dan op 1, maar het activeert vele transcriptiefactoren. En dit HFR1 transcriptiefactor, dat wordt actief. Dat past op een promotor, wat we natuurlijk van een andere cursus kennen. En dat zorgt ervoor dat dit gen wordt afgelezen. Dat wordt een eiwit gevormd uiteindelijk via transcriptietranslatie. Wordt er een eiwit gevormd en dat is de celrespons. Wat voor een celrespons? Ja, één van deze celresponsen natuurlijk. Het kan van alles zijn. Wat het is, gaan we nu niet op in. Dit is tijdens het licht. Ja, dit is tijdens het licht. Wat gebeurt er tijdens het donker? Tijdens het donker hebben we een ander eiwit. Dat eiwit dat heet COP1. En dat COP1 dat zorgt voor het aanmaak van een ubiquitinestaart aan eiwitten die afgebroken moeten worden. Dus COP1, als die aanwezig is, dat is het enige trucje wat ik ken, dan plakt die ubiquitine eiwitten op zo'n ander eiwit. En dat is een vlaggetje. En dat vlaggetje dat zorgt ervoor, ja, dat in een proteasoom dat breekt eiwitten af. Ja, dat een eiwit met één of meerdere van die ubiquitine vlaggetjes wordt afgebroken. Dus dat is de taak van COP1. Dus dat ubiquitine, ja, dat wordt gevormd. En in de nacht zorgt het COP1 dat het HFR1 in de actieve vorm, maar ook in de inactieve vorm, ja, dat die ubiquitine staart krijgt. En dat zorgt ervoor dat het HFR1 wordt afgebroken. Overdag, als het dan weer licht wordt, dan wordt dat COP1 actief, de kern uitgewerkt, breekt ook al binnenkomend PFR af. Dus dat krijgt ook een staart. Maar dat is niet snel genoeg dat het PFR die transcriptiefactoren niet aan kan zetten. Wat is de functie hiervan? De functie hiervan is dat PFR wat hier binnenkomt, ja, wat daar binnenkomt, dat niet de hele tijd dat signaal afgeeft, dag en nacht. Maar dat het dus actief wordt opgeruimd, dat de transcriptiefactoren worden opgeruimd in de nacht. En dat dan dus die bladeren sluiten of die bloem dicht gaat. En dat gebeurt al heel snel, binnen minuten. Binnen 5 minuten zie je vaak een respons als het licht wegvalt. Ja, en binnen een half uur zijn vaak bladeren dicht, is de bloem gesloten. Dus dat is een heel mooi mechanisme. Natuurlijk dat in het proteasoom waarin die eiwitten worden afgebroken, krijg je weer losse aminozuren. En die losse aminozuren die worden natuurlijk gewoon weer gebruikt voor de productie van eiwitten. Dus dan gaat hier natuurlijk helemaal niets verloren. Ja? Afbraak, dat doen we in een cel compleet anders dan wij mensen doen. Ja, want alles wordt gerecycled. Dus nog even snel, dat PFR. Actieve vorm komt hier binnen, zet hier met dat HFR1 transcriptiefactor, zet er een gen aan. Ja, dat zorgt dat overdag die cel een respons laat zien, waardoor die plant een respons laat zien. En 's nachts zorgt dat COP1 ervoor dat HFR1, de transcriptiefactor, en ook het Vitochrom in actieve vorm, dat wordt afgebroken. Dat COP1 wordt dus overdag actief. Ja, buiten die kernmembraan gebracht, zodat het hier, dit proces, aan de bovenkant gewoon door kan gaan. En vooral dit is dan dus belangrijk. Nou, dit is al een hele uitgebreide
ja, uitgebreide minuten. Speciaal voor Vitachrom. Ja, dit gaat veel dieper in dan de stof voor de kennisbasis op, voor de biologie docentenopleiding. Maar ik vind het toch wel interessant, want dat Vitachrom, ja, dat is zo divers. Dat is zo'n machtig, machtig mooi eiwit. En dat hij dit soort dingen allemaal kan aanzetten, is fenomeen. Dus het topje van de ijsberg. Ben je hier meer in geïnteresseerd? Ja, dan kan ik je een leestip aanbevelen. Die staat hieronder in de show notes. Misschien wil je een comment of een vraag stellen. Doe dat dan ook hier beneden in de comments. En ja, ik wens je heel veel succes. Nou, gaan we verder met signaaltransductie en transductie. Welkom! Vandaag gaan we verder met signaaltransductie in planten. Nou, transductie.